Chantal, dubbele boekentip voor jou. Voilà, eerst en vooral. Ja. Een uitbejubelde biografie heb je bij, hè? Ik doe dat niet opzettelijk, maar mijn eerste keuze bleek eerst uitverkocht te zijn en dan alsnog niet. Ah. Waardoor er al twee boeken waren doorgestuurd aan Peter van den Eeden. Met wie het altijd leuk mailen is, Peter van Vooruit. Voilà, dus ik heb twee boeken mee. Ja. Non-fictie, maar eigenlijk tegelijkertijd niet. Het zijn fictieboeken, want het gaat over levens die werkelijk alles starten. Het leven van Sergej Diaghilev, en een ander boek over Richard Wagner, maar dan ook de kinderen van Wagner, de kleinkinderen van Wagner, de achterkleinkinderen van Wagner. Wat een familie. Maar misschien even met Diaghilev beginnen. Het heet Een leven voor de kunst. Het is geschreven door Cheng Scheien. Of moet ik nu Scheien zeggen? Scheien? Je weet het ook. Nederlands. Het is een Nederlander. Ja. Scheien. Oh, Scheien. Zo, ja, het klinkt heel Limburgs. En dan zou het wel Scheien. Scheien, ja. Ik heb het gekocht toen het net uitkwam in maart 2007. En dat is zo echt een boek wat ik meteen moet lezen. Dat gaat over alles wat ik zelf graag zie. Theater, opera, dans, beeldende kunst, muziek uiteraard. Dus Diaghilev was een soort figuur, een hele bizarre figuur, die ook geloofde, denk ik, in de voorzienigheid, maar dan op zijn Russisch. Iemand uit de betere achtergrond, die al toen hij heel jong was, werkelijk de kanten ervan afliep. Alles deed om aan informatie te geraken. Zo de jongen, de eerste jongen, of de eerste van de klas die dan ook het schooltijdschriftje begint, dat type zo. En die toen hij aan de universiteit zat, niet dat hij heel veel studeerde, maar dan ook met tijdschriften begon en tentoonstellingen begon te organiseren. Maar dat is wel de oprichter geweest in 1909 van Les Ballets Russes. Ja, ja. En ik denk dat wij ons nu gewoon niet meer kunnen inbeelden wat voor een effect dat toen moet geweest zijn. Dus die traden op over de hele wereld, maar heel veel Parijs en Londen. En die voorstellingen moeten werkelijk overdonderend geweest zijn. Dat was met decors van een Picasso bijvoorbeeld. De muziek was allemaal nieuw van die tijd. Hij werkte alleen met componisten die toen heet van de naald waren. Prokofjev en Stravinsky vooral. En hij werkte natuurlijk ook met de sterdanser van zijn eeuw, kan ik bijna zeggen. En dat was Nijinsky. Kwam daar bovenop dat hij met Nijinsky een verhouding is begonnen. Dat is dan ook slecht afgelopen, want die Nijinsky, misschien hebt u het boek van Arthur Japin gelezen. Want het is een hele leuke aanvulling dan op dit boek, om verder te gaan met het boek Václav van Arthur Japin. Enzovoort enzoverde. Maar dus eigenlijk de eerste impresario die ik ken uit de kunstgeschiedenis, of toch heel bekende impresario, een man die dingen in beweging bracht, die een ontzettend een triest leven ook heeft gehad. Dus tussen alle successen en de rode rozen en de champagne en het rode plush en alles was er constant. Dus ook toch naar geld. En is hij uiteindelijk in een werkelijk fysieke erbarmelijke staat overleden in Venetië. Het is heel bon ton om te overlijden in Venetië. Hè. Goed, die man had dus wel dat geluk nog. Dead in Venice, dat is heel fijn. Hè? De film van Visconti, maar dus hij ook. En ik geloof trouwens in ook Hotel des Bains, waar de film van Visconti is opgenomen, ten andere. Komt hij te overlijden en gaat hij dus naar het eiland San Michele. En zo begint het boek eigenlijk ook, met de uitvaart van Diaghilev. Maar het is werkelijk... Het is om je vingers bij af te likken. Het is zeer goed geschreven. Het is zeer goed gedocumenteerd. Er komt ontzettend veel te lezen. En als ik zo'n boek uit heb, dan wil ik meteen al die cd's opnieuw gaan beluisteren. Dan wil ik die kunst zien. En dan ga je... Dit werkt als een soort hyperlink op internet. Je leest ook... dit, het staat vol aantekeningen en briefjes. En je hebt 4 maand werk als je het boek hebt gelezen. Want je wil doorgaan met het terug te bestuderen. Het leest ook zo goed omdat die auteur niet de minste is. Hè? Cheng Scheien, of een Nederlands historicus. Ook echt gespecialiseerd in het Rusland van die dagen. Ja, hij is een slavist. Ik kende hem toen helemaal niet. Maar ik hoor ook net van Peter dat hij een hele grote prijs in Amerika heeft gewonnen. Ja, maar verraste ook heel Nederland ermee. Want ineens kwam het bericht in de Nederlandse kranten dat er een Nederlander in New York van de New York Times het beste boek van het jaar had geschreven. Mm-hmm. Dat was deze biografie. En dat wisten wij helemaal niet. Ja, is toch wel... Niemand heeft het echt heel straf en het choqueerde mij ook eerst dat het uitverkocht was. Ik heb het... gevonden in er zijn maar weinig boekhandels die dan zo'n boek in huis hebben. En
Ja, dat doet mij dan een beetje pijn, want het zou toch overal in de rekken moeten liggen, zo'n boek. Ja. Dus ik hoop dat het in orde komt met de zoveelste druk van dit boek dan. Ja. Ik ga meteen reclame maken als ik terug ben. Goed. Chantal, nummer 2. Je hebt er nog één. Ja, ik heb zo'n gewoonte. Ik lees zo per zomer, concentreer ik mij op 1 componist. Dat is altijd fijn. En dan doe ik daar dingen mee voor het werk. Want wij doen in klassieke muziek op Clara. En volgend jaar is het Wagnerjaar. En ik dacht, deze zomer, ik zal er maar beginnen. Want Wagner is zalig om naar te luisteren, om mee te beginnen, om de opera's te bekijken. Maar dat leven is natuurlijk zeer indrukwekkend. Ik vond dit een heel leuk boek, omdat het heet De Wagner-Clan. Dus het gaat niet alleen over Wagner, maar over alles wat daarna is gekomen. En zich heeft genesteld op die fameuze heuvel in Bayreuth, waar Wagner indertijd zijn eigen theater heeft gebouwd, omdat hij vond dat alleen in een architectuur die hij zelf had bedacht, die opera's konden worden opgevoerd. Mm-hmm. Dus vandaar, de hele ring moest worden opgevoerd in Bayreuth. De heilige groene heuvel, zoals men dat dan noemt. Dus Wagner ging daar naartoe met zijn vrouw Cosima, dat was dan weer de dochter van Franz Liszt. Overspel, gedoe, geldproblemen, enfin, het hele, echt toppie. De hele zwik, gedoe met de kinderen, erfeniskwesties, gedoe met dirigenten, divas, zangeressen. Hitler voilà. Komt dan natuurlijk ook op bezoek, die vindt het daar bijzonder leuk in Bayreuth. Zit op de eerste rij als er premières zijn van de opera's van Wagner. Is kind aan huis. De kindjes van Wagner mogen op de schoot bij oom Adolf, zoals hij dan ondertussen heet. Dus je kan het echt niet geloven. En wat heel bijzonder ook is, is dus dat antisemitisme, dat stuit je zo tegen de borst, maar het was zo bon ton. Mm-hmm. Dus Cosima Wagner, een vrouw die uit zo'n familie komt, die de dochter is van Franz Liszt, toch niet de minste, en barones Marie Dagout, ook niet echt slecht volk. Zware antisemieten, je begrijpt het bijna niet. Ze haten de Joden, maar als ze een dirigent van doen hebben en hij is Joods, dan moet hem toch maar komen. Mm-hmm. Echt, het is een combinatie van antisemitisme, opportunisme. Dus enfin, dat monument van Wagner, dat valt dus eigenlijk ook wel in stukken van elkaar en er blijft een fantastische artiest over. Maar het is werkelijk vermakelijk om te lezen. Heeft er niet altijd een zekere schroom bestaan om te schrijven over die Wagner-clan? Ja, omdat het ook heel. Ja, maar er zijn processen geweest. Hè. Zoals bijvoorbeeld Winifred was de vrouw van een van de zonen van Wagner. Is heel oud geworden, heeft al jaren de plak gezwaaid. En die is ijzona veroordeeld. Dat is dan uitgesteld enzovoort. En ik geloof dat het ook te maken heeft met correspondentie van haar in dagboeken die zo lang niet mochten worden ingekeken. Dus een en ander is dan toch aan het licht gekomen. En ook ja, de nazaten nu willen daar ook wel open kaart in spelen van zo is het hier geweest. En we willen nu eigenlijk klaarheid scheppen over de mythe van Wagner. Maar het bracht mij op die idee, want als je dat dan leest en je weet van in 2013 moeten we daar leuke dingen mee doen. We hadden meteen een idee op klaren. Ik zei, ja, we zullen Dallas maken, maar we vervangen J.R. door Richard Wagner. En Sue Ellen vervangen we dan door Cosima. En die zegt dan, I need a drink, maar in het Duits of zo. Dus voilà, volgend jaar op Clara. In 2013, Bayreuth, The Ranch. Ja. Maar wat blijft er nu nog over van die hele Wagner-clan? Dat operahuis, dat bestaat nog altijd. Ja. Je raakt er ook bijna niet binnen. Het is heel moeilijk om aan te... Ik ben er zelf nooit geraakt. Dat schijnt... ik weet het niet. Ik ken dat van de verhalen van Wagnerianen die naar Bayreuth moeten om daar die opera's te zien, mee te maken. Ja. Dat kan nog altijd. Om daar te zijn. En dat is ook... Wagnerianen, ik durf die bijna. Ik ben altijd bang dat ik iemand ga choqueren. Maar heel veel, je hebt dat zo met bepaalde componisten. Mensen die daarvan houden, kunnen daar helemaal in zitten. En dat heeft soms iets sectarisch. En het is ook niet altijd zo dat de voorstellingen in Bayreuth de beste Wagner-voorstellingen zijn, omdat ze moeten beantwoorden aan alle juiste normen en criteria. Dus als je in Brussel of in Antwerpen of New York Wagner brengt, ben je eigenlijk veel vrijer dan daar, waar heel die geschiedenis op drukt. Ja. Dus, maar goed, binnenkort Wagner of Clara. Hè? Het zal geestig zijn. Goed, Lisbeth, waar zijn we gebleven bij jou? Wow, prachtig. In deze herfstdagen, dames en heren, warmt Lisbeth zich aan dit prachtige prentenboek. Ja, ik heb het eigenlijk ontdekt zoekende naar een geschikt cadeau voor een vriend van mij. Ik had al een boekje van Toon Telgen gekocht en ik dacht, daar moet wel nog iets bij, want dat was zo'n klein boekje.
En dit was blijven hangen toen ik op zoek was geweest naar een kinderboek voor een petekind. En ik dacht, laat ik hem nou een kinderboek cadeau geven. Omdat het zo mooi getekend is. Ik heb het echt voor de tekeningen gekocht. Hè, zoals mannen wel eens boeken lezen voor de foto's. De tekeningen van Rebecca Doutremer. Ze heeft ook het dagboek van Klein Duimpje. Dat is een iets dikker boek. Maar voor die man leek mij dat grote boek beter. Ik vind het prachtig getekend. Daarom alleen al. Het is... Het goudkleurige, de gouden zon van Memphis zit daar gewoon in. Die kleuren zijn prachtig, omdat het niet de typische kinderboekenkleuren zijn, maar het is oker en bordeaux en olijfgroen en dat soort tinten. En van wie zijn ze, die tekeningen? Wel, van die Rebecca Doutremer, die maakt die tekeningen. Ja. Dit is geschreven door Ty Marc Le Temps, maar dat doet er voor mij dan minder toe. Zeer onrespectvol. Dat is wel haar man, hè? Maar goed. En het is geënt op het verhaal van Elvis. Ja. Dus we sluiten aan bij de muziek van er straks. Alleen, deze Elvis vergaat het wat beter. Dus het begint wel op dezelfde manier. Het is een jonge man en de kolonel komt hij tegen die hem dan helpt. En hij komt ook wel in Las Vegas terecht. En zijn bedoeling was een lied te maken over de liefde, maar hij kende de liefde niet. Maar gelukkig is daar Priscilla. En hij kiest voor de liefde na Las Vegas en niet voor de roem en het geld. Dus deze Elvis vergaat het stukken beter. Mm-hmm. En ik vind zo'n boeken prachtig. Ik bedoel, ik verwar mij ook graag aan een Erwin Mortier, omdat dat eigenlijk hetzelfde doet op een bepaalde manier, namelijk ja, uw hartje gelukkig maken. En zo'n mooi prentenboek kan dat ook. Het is fantastisch voor de kinderen, de Sint komt eraan, maar de mama's en de papa's zullen er ook iets aan hebben. Ja. En de grens tussen waarheid en fictie in dit boek is vrij dun, hè? Want zoals je zegt, het gaat met deze Elvis, loopt het helemaal anders. Ja, dus dat is ook wel fijn, dat het geënt is op iets echt. En je herkent het ook, de tekeningen. Het is heel leuk, denk ik, daarom voor iedereen om het boek bij zich te nemen. En het heeft mij enorm gepakt, doordat het zo mooi getekend is. Het is bijna iets wat je zou willen afdrukken en op je muur hangen. En het is een mooie uitgave ook, hè? Ja, het is een heel mooi groot boek. Ik denk echt dat je daar op 6 december zo gaat mee scoren. Oké. Ik zou het echt doen. Ty Marc Le Temps en Rebecca Doutremer. Het is een koppel trouwens. Ze hebben het boek gemaakt en het heet Elvis. Voilà, genoteerd. Dan nog eentje te gaan, Peter. Je houdt van lijvige boeken, hè? Niet alleen om ze te schrijven, maar zeker zo om ze te lezen. Als ze goed zijn wel, ja. En ik heb wat jij net verteld over dat boek, wat een beetje hartje doet en dat de Sint eraan komt en dat het ook leuk is voor de kinderen. Als je dat in zijn diapositief neemt, dan heb je eigenlijk een commentaar op het boek wat ik bij me heb. Namelijk van Jonathan Littell, een Canadese Fransman, ook een Jood overigens, die in Frankrijk een miljoen exemplaren heeft verkocht van Le Bienveillant, volgens mij, zeg je dat zo, in Frans? Ik ben een hele slechte Frans spreker, maar in Nederland is het vertaald als De Welwillenden. Het is 1000 bladzijden dik en het vertelt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief van een ambitieuze, carrièrebeluste SS'er. En dat is er al uniek aan, dat het veel vaak vertelde verhaal van de Holocaust, van de Duitse expansiedrift, van de opkomst van de bruinhemden, verteld wordt van binnenuit. Maar dat doet hij niet alleen, daar blijft het niet bij, maar dat doet deze Littell op een ontzettend gedetailleerde en literair hele knappe, meeslepende manier. Ik heb het boek gelezen toen ik aan mijn eigen boek bezig was. Ik was 2 jaar bezig ongeveer. En men zei wel eens tegen mij van Petertje, neem je te veel hooi op je vork. Hè? Zo'n dik boek, moet dat wel. En ik moet zeggen dat ik me enorm heb opgetrokken aan hem. Want dit boek is 2,5 keer zo ambitieus als dat voor mij. Dat durf ik gerust te stellen. Als het in Nederland was verschenen tegelijkertijd met mijn boek, dan had ik hier niet gezeten. Dan had hij hier gezeten. Want het is voor een debuut, voor mij, astronomisch gedurfd en geslaagd ook meteen. Het is wel zo dat het onderwerp wat hij kiest, de Holocaust, en die dan van zo dichtbij beschrijven, je moet een sterke maag hebben om het te lezen, misschien zijn er mensen die het al geprobeerd hebben, is zo omstreden dat er ook veel tegenstanders zijn. In Frankrijk heeft het de handen wel echt wel op elkaar gekregen. Het heeft 2 grote prijzen gewonnen. Zeg maar de Gouden Uil en de Libris in Frankrijk. Maar in Engeland bijvoorbeeld moesten ze er weinig van hebben. En in Duitsland vonden ze het weer heel raar dat een niet-Duitser zo dicht bij hun eigen thematiek durfde te komen, bijvoorbeeld. Hij is zelf ook van Joodse afkomst, hè? Dus vaak met het thema. Hij mag er ook weer over schrijven, want hij is zelf een Jood. Maar voor mij,
bij elk boek wat ik lees, is de uiteindelijke maatstaf het literaire gehalte. En er staan in het boek scènes, die soms wel 30 bladzijden duren, die zo onvergetelijk zijn dat als ik er nu aan terugdenk, het kippenvel op mijn rug staat. Welke scène bijvoorbeeld? Nou, dat is een scène rond bladzijde 500, dan ben je dus op de helft van dit boek, dat Max Auwe, zo heet deze SS'er, voor het eerst uit zijn bezigheden zichzelf lostrekt. Daar in het Derde Rijk, een Russische grens is hij geweest. Hij is met de slag om Stalingrad geweest. Dan gaat hij terug naar Frankrijk, in het zuiden, daar wonen zijn ouders. En dan gaat hij heen en daar gebeurt iets als hij bij zijn ouders is. Hij wordt op een gegeven moment wakker, in het bloed baat hij dan. En dan blijkt het hele gezin uitgemoord. En je komt er niet achter wat er precies gebeurd is. Maar dat naar dat huis toelopen, dat aankomen, dat eerst eten met die ouders. Er zijn twee jongetjes daar geadopteerd ineens. Dat wist hij helemaal niet, want hij was heel vaak niet thuis, zeg maar. En dat is een tweeling. Die overleven het wel en die ouders die zijn dood. Maar de sfeer en de kleur en de detaillering van die scènes, die zijn voor schrijver, voor mij in dit geval, echt om je vingers bij af te likken. Dus Het is ook eens een keer een hele goede romancier. Ja, ja. Ik vind het echt een volstrekt meesterwerk. En voor jou bij het schrijven ongetwijfeld ook van nut geweest? Nou, om aan op te trekken vooral. Ja. Kijk, hij hanteert een andere stijl dan die van mij, hoewel we allebei realisten zijn, dat wel. Maar om te zien dat iemand dat in zijn eentje kan maken, is voor mij een soort rekstok waar je aan op wil trekken. En ik heb 1000 boeken moeten lezen om er een stuk of 25 van deze te vinden. En ik ben daar wel dankbaar voor dat het er is. Is het dan ergens ook moralistisch of zo? Nee, het is niet moralistisch. Het is wat ik er goed aan vond, was dat je op een gegeven moment ontdekte, omdat het zo van binnen uitgeschreven is, dat de Duitsers, en dat is ook wel door wetenschappers geboekstaafd, uit dagboeken en uit noem maar op, dat de Duitsers op een gegeven moment, toen ze merkten dat ze aan de verliezende hand waren, beseften dat wat ze hadden aangericht, dat je daar alleen maar mee weg kon komen in een wereld waarin de Duitsers de heerschappij zouden hebben. En waarmee je op een gegeven moment begint te voelen aan den lijve dat er voor hun niets anders op zat dan die oorlog tot op de laatste druppel uit te vechten. Want het was maar beter dat ze allemaal de pan in werden gehakt. Want wat zou er gebeuren als je in de handen zou vallen van de geallieerden na dit op je geweten te hebben? Dus je voelt op een gegeven moment dat die moraal die ze zelf geïnstalleerd hadden, hè, van alle rassen die ons niet welgevallig zijn, die gaan we over de kling jagen. Dat begint ook te knagen aan die mensen, zeker als ze merken dat ze aan het verliezen zijn. Ja. En dat gevoel, die paranoia, die zit daar zo sterk in, joh. Dat is, het is niet moralistisch, het is... Zoals ook gelezen? Ja, maar ik vond het, ja, ik ben het er grotendeels mee eens. Het is ook soms wat ambivalent. Ik kon er soms niet goed weg mee. Ik begreep ook een aantal kritieken, hè, vooral in Frankrijk, van onder andere Claude Lanzmann, die Shoah gemaakt heeft. Ja. Die zegt, je moet toch oppassen met daderboeken. Ik vind dat een slechte omschrijving van het boek. Het is geen daderboek, maar zoals Peter zegt, wanneer begin je tot inzicht te komen? Op het moment dat je aan het verliezen bent, ja, is dat tot inkeer komen? En dader en verantwoordelijkheid. En we hebben het niet gewild, we hebben het wel gezien. Maar je hebt veel gelezen. Hij zegt natuurlijk, lees het, de feiten. Oké, doe. Hè, en dat is natuurlijk heel krachtig. Hè. Het zit in dezelfde traditie als van Vasily Grossman, Leven en Lot. Die de Tweede Wereldoorlog als een bolsjewistisch journalist beschrijft. Het is dus het is wel belangrijk dat de literatuur een heel belangrijk thema, een heel belangrijk gebeurtenis op zo'n manier kan omschrijven, beschrijven, ontleden, dat het toch wel iets meer toevoegt aan wat wij zo gemakshalve zeggen, ja, dat waren de anderen, dat waren de nazi's, dat zal ons niet overkomen. En in die zin is dat wel een heel belangrijk boek, ik ben het met Peter eens. Ja, maar ook om jezelf voor te stellen, ik kan het misschien doen omdat ik zo'n boek heb geprobeerd, niet zo'n boek, maar een dik boek, een ambitieus boek als eerste boek heb geprobeerd te schrijven. Het gevoel om het te verplaatsen in hem, om dat te maken. Ja, daar staat mijn verstand echt bij stil. En dat vind ik echt waanzinnig eigenlijk. Dat hij dat gemaakt heeft als eerste proef. Hij heeft geloof ik 20 jaar eerder of 15 jaar eerder een soort science fiction boekje geschreven. Telt niet mee. Dit is zijn debuut. Nou, dat is voor mij niet vaak vertoond. Mm-hmm. Vandaar mijn enthousiasme. Kan ik begrijpen. De welwillenden van Jonathan Littell.